Ja, ik had het er laatst over met Jut. Ik zeg tegen Jut. Ik zeg, die vrouwen die spelen ook een hele speciale rol in het leven van mannen. Ja, want die vrouwen, dat zijn een soort sociale souffleurs. Die zitten ons altijd maar een beetje de tekst voor te zeggen. En wat we moeten doen, en noem het allemaal maar op. Want je kan bijvoorbeeld zomaar in één keer ongelooflijk kwaad zijn over iets of op iemand of wat dan ook. En dan sta je te schreeuwen en te schelden en op de toppen van je longen krijs je. En nu ga ik hem bellen. En schat, hoor je dan. Ja, en dat is dan je vrouw. Schat, rustig aan. We gaan helemaal niet bellen. Je gaat even heel rustig zitten en dan gaan we morgen wel kijken of jij gaat bellen. En dat doen wij dan, mannen. Ja, wij luisteren dan naar onze souffleur. Vrouwen kunnen gewoon grote sociale ongelukken voorkomen. Ja, en gelukkig. Neem bijvoorbeeld zakelijk. Daar zijn wij, ja, dan kunnen we ook zomaar heel vreemd doen. En dan zegt je vrouw ineens, waarom zou je die Peter niet eens een keertje bellen? En ja, hoezo moet ik Peter bellen? Bel nou gewoon een keer die Peter op, zegt ze dan. Ja, want ik weet het niet. Je loopt hem steeds maar voorbij en je wil niks met hem doen. Maar mijn gevoel zegt mij gewoon dat je die Peter eens moet bellen. Misschien kan hij wat voor jou betekenen. En dat doen wij dan. Ja, dat doen wij. We gaan gewoon die Peter dan bellen. En dan blijkt achteraf dat ze ook nog behoorlijk gelijk had ook. 'S morgens vroeg. Hebben jullie dat ook wel eens? Heb je de dag daarvoor, heb je een herrie gehad op je werk, weet je wel? En dan 's morgens vroeg, dan zegt je vrouw, gewoon net voordat je de deur uitgaat, schat, ben je een beetje lief vandaag? Ben je een beetje aardig doen vandaag? Ja. En wees nou verstandig en maak even je excuses. Ja, doe dat nou. En dan zit je in de auto en dan doen we dat ook. Ja, want de souffleuse heeft weer gesproken. Want zij kan bijvoorbeeld ook zeggen, stuur Willem nou nog eens even een appje, weet je wel. En dan zeg jij, die Willem heeft al een hele tijd niks van zich laten horen. En dan zegt zij, ja, maar dat wil toch niet zeggen dat jij dat dan ook moet doen. Ja, en hup. Dan gaan we weer. En dan sturen wij een appje. En daarom, vrouwen van Nederland, het moet maar eens een keertje hardop gezegd worden. Jullie houden ons mannen op de rails, sociaal gezien. Ja, jullie houden ons een beetje binnen de lijnen. Jullie zorgen ervoor dat wij niet hele onbehouden wezens worden. Daar zorgen jullie elke dag voor. En wij mannen, wij profiteren daarvan enorm. Want wij spelen natuurlijk elke dag de rol alsof wij het allemaal weten. Dames, namens alle mannen, dankjewel.